Oké, eindelijk. Hij doet het, jongens. Ja, ik mocht niet streamen, helaas. Ik had iets heel moois in gedachten. Ik weet niet of jullie dit al zien. Ik had in ieder geval iets heel moois in gedachten. Maar het is niet gelukt. Wat mijn plan was. Ik heb namelijk een mooie live count. Live sub count. Wat inhoudt dat je het precieze aantal ziet. Dus per subscriber en niet per. Wat hier onder mij staat, per 100. Maar wat heeft YouTube daarvan gedaan? Ik moest mijn drivers daarvoor aanpassen. Dus met die drivers kon ik helemaal niet live gaan. Dus dat is wel chill. Dus ik ben nu gewoon. Ik moest weer mijn eigen andere subcount vinden. Dus die moest ik weer instellen. Het was even gezeik. Maar we zijn weer live. Dus leuk dat jullie erbij zijn. Het team staat ready. Ja, sorry dus dat het even vertraging had. Dat het geen intro heeft. Bladibladibla. Ik ben nu in ieder geval live, gelukkig. Dus dat is wat telt. Maar, ja. We zijn hier. Oké, Maxime Land, ik leuk dat je erbij bent. Nu moet mijn YouTube dashboard het nog even goed doen. Wat een tyfusgezeik. Oké, nu zie ik hoeveel kijks ik heb, et cetera. De gameplay is echt drama. Ah, niet alweer. Alweer. Dat zou niet heel chill zijn, moet ik toch eerlijk toegeven. Oké. FIFA heeft het ook opgefokt. Ik had een hele nieuwe bank erop gegooid, maar is ook weggehaald. Kom op, Dani. Weer 30-0. Hopelijk MVA. Het zou leuk zijn, hè? De plus en de minus. The feeling is timeless. In the valley, whole world's gonna know you love me. Oké. Hoezo icons? Ja, je kan niet een heel fit birthday team maken met chemistry. Als je. Ja, je hebt geen eens in elke positie een fit birthday spelen, dus vandaar. De gameplay is gewoon normaal, zoals altijd slecht. Vorige week was die echt dramatisch, man. Die van vorige week was heel erg. Maar echt heel erg. Maar jongens, hoe gaat-ie ermee? Hoe gaat-ie? Yo, Danny, ik kijk je al zo lang. Je gaat lekker. Ga zo door. Danny dus. Nee, grapje. Dankjewel, ouwe. Ik waardeer het. I appreciate it. Ik ga 3 om 0 in mijn derde weekend league. Lekker, Tristan. Vandaag is het wel prima, zegt iemand. Iemand zegt weer slecht. Nou, weet je, daar gaan we gewoon proberen iets van te maken. Yo, Rubano. Rubano, ik had jou niet meer gedM'd omdat ik zo'n kabel heb. Ik wist niet dat dat zo'n kabel was. Ik heb nu ook een Stream Deck. Nog niet in gebruik, want die moet ik morgen even aansluiten. Ik heb ook een nieuwe Elgato gekocht, gewoon Capture Card. Dus we zijn lekker op weg naar mooiere streams. Als het goed is, binnenkort als ik ga streamen met kijkers, bijvoorbeeld jullie packs openen, et cetera. Dan horen jullie. Jullie stem, zeg maar, ook gewoon heel goed. In plaats van dat het altijd een dramatisch geluid is. Maar dat komt helemaal goed. Oké, 1-0. Greasy. Stream Deck is wel dik, ja, is keihard. Is toch leuk, ja. Het is even wat geld, maar kom je toch even. Het is toch nice, weet je wel. Zeg mijn naam. Nee, man. Omdat je het niet zo lief vraagt, ga ik het niet doen. Ik was net friendlies aan het spelen en het speelde gewoon prima. Het lagde een beetje, maar het was gewoon chill op zich voor de rest. En dit speelt alweer zo traag. Verdedigen is dan zo anders. Aanvallen natuurlijk ook. Nog slechter is dat. Maar verdedigen heb ik daar zoveel moeite mee. Oh, wat een paas. Oh, wat een paas. Daar gaat zand. Daar gaat zand. Maakt hij hem af? Nee, helaas. Benna, heerlijk. Welke nieuwe fut birthday spelers komen er, denk je? Ik heb geen idee, man. Yo, gewoon snikker. Ja, hij is niet zo mooi. Ja, bedankt. Chill.
dat je dat even deelt met mij. Dat vind ik wel aardig. Bedankt. Bedankt. Er zijn weer extra grote players. Oh ja, die gaan we vandaag vrij spelen. 10 winsten. 10 winsten. Oké, winst 1. Dit kan ik dus ook allemaal met mijn streamdeck doen als die is ingesteld. Gewoon op dat knopje drukken. En dan hoef ik helemaal niks aan te passen. Dan kan ik mijn titel steeds aanpassen. Wat is het leven dan goed? Oké. Okay. We spelen 4v2 een keertje, jongens. We gaan een keertje proberen. Ja. Met een andere opstelling spelen. Vinesh, goed dat je erbij bent. Als je iets 1000 keer zegt, jongens, dan ga ik het niet opeens doen. Dan krijg je van mij een mooie timeout. Dat is wat je wel krijgt. Ik zal straks even weer per potje nieuwe subs en etcetera opnoemen. Catalunya FC. Oké, jongens, de kijkers schieten alweer omhoog. Dat vind ik aardig. Dat vind ik leuk om te zien. Dat vind ik lief. Oh, shit. Goed, Cancelo. Die gast is beest, hè. Besef, mijn 2 CVM's en mijn hele aanval op Hazard na hebben 5-star weak foot. Weet je hoe goed dat voelt? Dat voelt heel goed. Refresh stream, wat is er? Wat is er? Ben ik eruit gekikt? Hallo? Iedereen zegt een rip. Mooi, ik ben de stream uitgekikt. Je stream viel even weg. Oh, is het weer zover. Het is een lange tijd geleden dat dat is gebeurd. Maar ik hoop niet dat het zo meteen nog een keer gebeurt. Het zou niet chill zijn in ieder geval. Wake up from a dream is my ever. Lekker! Oké, ik ga slow mode uitzetten. Of aanzetten, sorry. Dan kan er geen gespam meer plaatsvinden. Handily. Oké, we zitten weer op de Streamlabs site. Wat het inhoudt dat ik Ayman El Hajaji kan opdoemen. Bedankt voor het subscriben. Vind je dan is goed? Ja, prima centerback hoor. Misschien kan je vanavond met nieuwe Fut Birthday een heel Fut Birthday team met chemistry maken. Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Stel je voor een Pogba komt, kan ik Pogba in plaats van Gullit doen, et cetera. Dus dat lijkt me wel echt een goed idee. En dan hebben we echt, dan ga ik er ook weer een nieuwe video van maken. Heb je al met Akka uitgelegd? Ja, ik kijk daar nog steeds naar uit. Ik heb het 1 keer gedaan in Rivals en dat voelde heel goed, man. Dat is even vernederen, weet je wel. Kijk, kijk, kom, kom, woe. Kom, 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 kom. Oké, hij zet geen goede druk, dus dat kan ik niet doen. Weet je waar Arie woont? Ja, dat weet ik, maar ik ga het niet zeggen.
misschien moet ik wel blij zijn dat hij mis was. Want volgens mij, als je een cross score, dan glitch je game eruit. Althans, dat hoop ik niet. Het zou niet echt heel chill zijn. Maar volgens mij gebeurt dat wel. Kilian! Want ik woon in Katwijk en hij volgens mij ook. Ja, weet ik niet. Hoe neem je het beste penalty op FIFA? Ja, in de kruising schieten. Groen timen, denk ik. Als je dat kan, ben je een fenomeen. Die cirkel stilhouden. Jordani, eng team, man. Ja, Adam. Zo, teampje, man. Oké, 2-0. Dat is wel lekker. Maar we hebben geen team of the season. Geen idee eigenlijk. Vind je van racisme? Ja, niet kunnen toch? Logisch. Hey, vandaag bij 10-0. Of nou ja, bij 10 winsten in ieder geval. Krijgen we een player pick. Jordani, nu gaat het lekker, Leon Sloop, met jou ook. Oké, grappig team. Bartra, 87, fenomeen. Je bent de hel, dankjewel. Plak je Melly Brandsma. Wanneer is setup tour? Iedereen gebruikt de dab emoji. Setup tour, ja, ik heb eigenlijk geen bijzondere setup, als ik heel eerlijk ben. Je bent echt ziek, pro in FIFA. Kijk al je video's, je bent de baas. Ga ze door. Dat vind ik fijn om te horen, man. Henry. Henry Rozemuller, heel erg bedankt voor je berichtjes, lief. Dankjewel. Is die teamwinst alleen vandaag? Nee, het hele weekend. Wel alleen dit weekend. Bij het spel? Nee, niet. Wat is een goede opstelling qua 4-3-3? Geen 1. 4-3-3 niet gebruiken. Is mijn tip. Oh, wat een paas. Oh, jammer dat hij niet aankomt. I'm throwing rocks through your window. Is de gameplay goed? Is niet slecht. Is prima. Prima te doen hoor. Beter dan vorige week. Het kan eigenlijk ook niet slecht. Het is echt het slechtste wat ik had meegemaakt. Oh ja jongens, als jullie mijn laatste video hebben gezien, wat vonden jullie van de edits? Ik heb zelf geëdit, dus ik wil wel jullie mening daarover weten. Best Lyrics, bedankt voor het subben. Ik waardeer het. Kom je in beeld als je abonneert? Ja, zeker weten. Zeker weten. Altijd. Nou ja, niet als je niet meer abonneert en wel weer abonneert. Dan kom je niet meer in beeld. Dus je komt eenmalig in beeld als je dat doet. Sissoko is echt een beest ook, jongens. Oh, wat een paas. Oh, wat een paas. Oh, wat een paasjes. Maar helaas bij het spel. Wat vind je van Havert Fit Birthday? Ik heb zo'n gevoel dat hij niet kan dribbelen. En dat weet ik, ja, weet ik eigenlijk al zeker. Want hij is heel lang. En lange spelers kunnen niet dribbelen op dit spel. Ik wou graag een goede monitor en PC halen. Monitor gaan, moet je sowieso voor een BenQ model gaan. Kan je zelf beslissen wat voor budget je hebt en wat je graag wilt. Ik heb gewoon de RL2455H nog wat. In ieder geval, als je zoiets intypt, dan kom je die wel tegen.
Ook niet super duur, dus 24 inch. En ik weet niet welke PC ik heb, eigenlijk. Me, I did. Oh shit, ik zit niet op te letten. Ah! Nee. Oké, okay, lekker keepertje. Jij, dit waren doodmooi, gelukkig. Bijna 60k, ja hè. Het kan dit weekend gebeuren, jongens. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig. En ik vind zelf dat ik dan een mooi Weekend League resultaat moet neerzetten. Dat is ook een must om dit weekend 60k te halen. Had je gezien van Koen Weiland die Mbappé? Ja, ziek hè. Heel ziek. Gruwelijk man. Lijkt me, ja, echt hard. Oké, nu ga ik weer even proberen te scoren. Klaar met de trucjes. Gucci on my feet. Only wore it once, I wasted my cash, yeah. Ah, 99 PS en Mbappé. Oh, daar kan hij ook dribbelen. Nee. Yo, Vis, je gaat alles goed. Je gaat lekker op YouTube, man. Dankjewel, gewoon Kai. Ik waardeer ervan. Alles gaat goed met mij, met jou ook. Ah, Pierre, wat is die goed? Ho. Oké, goede redding. Is 24 inch groot genoeg of wil je echt een grote? Ik heb zelf 24 inch en ik vind die meer dan goed, dus. Helaas, de AK's met Hernandez werken niet zo goed. Oké, ik moet echt beginnen met scoren, want ik word straks scoort deze man ook nog. Dat hadden we vorige week. En dan verloren we op 2-0. En dat moeten we niet weer hebben. Ik vraag me dus af, als ik een liedje luister wat non-copyright is en ik zing zelf mee, is het dan ook non-copyright? Want ik zing eigenlijk altijd net zo goed als de zanger zelf. Toch, jongens? Toch? Olivier Sorber, sorry. Jeroen Stiekema, Sandra van Vliet, Wesley Prins, Amaury Huisman, Sander Worp, Gijs Hengelman, Janne Rino 07. Bedankt voor het subben. Yo, visbeest, Matthias, beest. Yo, Daniel, gaat het lekker, Yuri, met jou ook. Maar jij kan zo goed zeggen. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Oké. Oké, Gulaas toe. Ik ben mijn lievelings YouTuber, dankjewel MVH. Als ik jou was, zou ik meedoen met Idols. Oh ja, dat is ook nog zonder muziek. Dat is nog beter, inderdaad. Alleen mijn stem. Daar word je wel blij van, ja. Ja, dan gaan die juryleden huilen.
Oké, 3-0, 3 rage quits, heerlijk. So far, so good. Oké, let's go jongens. 3-0. 800 kijkers. Vergeet niet te liken, te subben. En blijf lekker kijken. Pak wat drinken. We gaan nog even door. Aaron Hato, bedankt voor het subscriben. En we gaan door. Oké. Ga kaal bij 75k. Nee. Maar ik heb wel een leuk dingetje bij de 75k. 75k subspecial. Ik heb tot nu toe 0 subspecials gedaan, hè. 0 subspecials gedaan. Maar ik heb iets leuks. En dat is... Oké, luister goed. Bij 75k gaat mijn vriendin mijn make-up doen. En dan in een andere video, geen subspecial, ga ik haar make-up doen. Maar zij gaat mijn make-up doen voor een video. Leuk idee of leuk idee? Drie potten, drie rage quit. Lekker man. Tuurlijk, Casper. Dani de Turios. Kijk, keihard. Draag je normaal make-up? Nee, tuurlijk niet. Ik ben gek. En goeie, Dani de Turios. Die gaat... dat gaat in mijn titel. Dani de Turios. Oh, hij geeft me de bal gratis. En zie zo, kom maak maar af. Tuurlijk, ja tuurlijk. Maak maar af, man. Wanneer de volgende intro voor kijkers? Ja, ik ben er even mee gestopt. Dat was vooral voor afgelopen maand. En daarvoor, ik kreeg niet heel veel intro's binnen. Dus vandaar dat ik ermee gestopt ben. Kijk, hou mijn Insta in de gaten. Want daar, de 3 intro's van deze maand komen daarin. Ik ga dus geen intro meer doen voor kijkers. Omdat ik nu zelf het idee heb dat ik gewoon mijn eigen intro's wil doen. En noem maar op. Ik had het iets leuker in gedachten gehad. Maar de leukste intro's van de afgelopen maand... Ga ik even, heb ik, of nou ja, heeft mijn vader in een edit gezet. Dus achter elkaar gezet. Ik ga er nog even een intro bij zetten. En dat ga ik even posten op Insta. En dan mogen jullie kiezen welk de beste was. Dus hou zeker even mijn Insta in de gaten. Degene, de winnaar daarvan, wint natuurlijk een goodie bag. En ja, dat eigenlijk. Oké, goede paas. Goede paas. Goede vader dan. Ja, helemaal overal mee. Zeker weten. De giveaway, hoe je deze maand een goodie bag kan winnen. Ik ga, omdat het natuurlijk paas is binnenkort, ga ik eieren verstoppen in mijn video's. De ene keer 2 eieren, de andere keer 4. Tot en met Pasen. En dan degene die als eerst de zin raadt, zeg maar, en hem naar mijn beeld. Die krijgt een goodie bag van mij. Zullen jullie dat een leuk idee vinden? Die wint nog een iets grotere goodie bag dan deze maand. Want dan krijg je ook nog FIFA points erbij. En ik hoop dat ik nog een Team Gullet shirtje kan fixen. Maar dan moet ik even achteraan gaan. Maar ik denk dat dat wel goed kan komen. Lekker. Elleboog op zijn mic. Lekker voor hem. Oké, ik ben helemaal niet agressief voor jongens. Helemaal niet agressief. Oh, het is die man goed. Green! Green!
Ik doe mee met de Bottle Flip Challenge van Active O2. Dat wil ik horen, Dante. Heerlijk, man. Kijk, wie is beter, Hernandez of Varane? Ja, Hernandez. Met Varane kan ik niet gamen, man. Die is zo dramatisch. Die is voor mij echt heel slecht. Oké, okay, nieuwe subs. Arno Wolbrink. Dat is de enige. Bedankt voor het subben, man. Laat me weten wanneer ik op de 59.4k zit. We zijn begonnen met 59.3. Dus laat me dat zeker weten. Raad jij shapeshifter Mandy aan? Ligt eraan waar je hem gaat spelen. Firmus Mandy vind ik de beste linksback uit de game namelijk. Ik denk dan niet dat Mandy 86 slechter is dan 85, maar... De vraag is net zo vaag als de vraag, is het zand omdat het tussen C en... Wat zeg je allemaal? Hij gaat hele blinde dingen. Je zit al op de 59 hier. Oh, kijk eens aan. Jongens, hou op de hoogte, joh. Potverdikke me. Wat zijn dan dus zijn waarde? 250k of zo? Niet eens heel duur. Ik had eraf met R9 moments. 10e minuut geblesseerd en verloren. Je hoeft hem niet te wisselen als die geblesseerd is, hè. In FIFA 18 of 17 had je iets... als iemand geblesseerd raakte, dan ging die soms uit het veld liggen. Dat had je in vorige FIFA's altijd. En dan moest je hem wisselen. En dan was je speler op fut. Was 6 wedstrijden was hij geblesseerd. En zo'n kaartje, zeg maar, als je zo'n kaartje gaf... als je hem zo'n kaartje gaf, zo'n blessurekaartje, weet je wel, zo'n heling, dan, die waren plus 5, dus dan moest je er 2 van geven. Nou, en dat gebeurde veel te vaak. Dat was toch partijkut. Maar ik weet niet hoeveel van jullie dat hebben meegemaakt. Tuurlijk! Tuurlijk! Glasso! Tuurlijk! Heerlijke actie van Gries. Ik ging 5-0, nu 3 keer achter elkaar verloren. Dat is wat minder, Yuri. Ik moest hem wisselen. Dan speelde je draft in FIFA 17. Hoe zit het met de player picks dit weekend? Als je de 10 hebt gewonnen, krijg je een player pick. 18 en bij 24 player picks. Jammer, ik had verwacht dat hij sneller was. Ik ben er elke week weer bij, vis. Tuurlijk NVH, heerlijk, man. Dat wil ik horen. Lekker Ruud. Oké, voor mij. Ja. Zie je Ruud vrijstaan. Zie Cancelo. Zie Zand. Zand. Zand, ren. Hij heeft wel een soort van zandkleur op zijn hoofd, moet ik zeggen. En hij gaat op zijn bek. 2 keer mid Icapack gedaan, Ballack en Cruyff. En bij de Prime Icapack. Nou, dat is niet verkeerd eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Is hij zo kom beest? Ja, man. Daar wil je geen duel mee aangaan, kan ik je vertellen. Want die verlies je. Dat kan ik je echt verzekeren, gewoon. Tuurlijk, Gries! Hap hem! Of ga je je gitaardansje doen? Ja! Deze celebration is fucking irritant om terug te krijgen. Als iemand deze tegen je doet, die word ik echt gek van, gewoon.
Echt, echt een klote celebration is dat. Maar ja, Greasy doet hem automatisch, dus ik kan het niet echt stoppen. Let op. Oh, wat een paas. Ja, dit vind ik zo nep, jongens. Die keepers die hebben 4 miljoen pace gewoon. Komen altijd er zo rap uit, dat is niet normaal, hè. Oké, kom op. Bal, pak hem. Oké, hij besluit om in balbezit te blijven. Die AK's. Sissoko, Frenkie. Ja, Frenkie, maar... Die kan je niet met elkaar vergelijken. Kijk, ik hou ervan. Nu heb ik wel twee beesten. Maar ik hou ervan om één beest te hebben en één... Wat... Gewoon een technische speler, weet je wel. Hallo Vis, hoe is het? JW! JW, hoe gaat ie? Met mij gaat het lekker, hoor. Het gaat goed. Ik heb weer super veel zin in de Weekend League. As always... Nee, ik heb het... Ja, ik vind het niet erg om te spelen. Laten we het daarop houden. Het was een beetje sarcastisch, maar... valt mee. Maar met mij gaat het goed. Met jou ook. Ben je thuis aan het werk? Oeps. Red maar. Nee, niet. Dan pak ik hem. Jammer. 900 kijkers, jongens. Vergeet niet te subben. Na elk potje noem ik de nieuwe subs op. Tuurlijk, 3-0. Heerlijk. Ik werk al een paar weken thuis. Yo, ik dacht een paar dagen. Maar ik ben net klaar op een statiedagje. Dus op vrijdag altijd wat eerder. Oh, dat is wel lekker, man. Pak je rust. Als je jezelf slaat en het doet pijn. Ben je dan slap of sterk? Ja, helaas. Ja, helaas. Ja, helaas. Meer kan ik er niet van maken. Vincent van Dassler, Fiber Games, Koen de Wind, Niels, Maris, Finn van Loon, Day on the Buck, Pijn van Kranen, bedankt voor het subben, jongens. Ik ga 5-1 door de disconnect, dat is wat minder. Jammer. Nog steeds dat banaantje. Tuurlijk, hij is gruwelijk, jongens. Hij moet blijven. Banaantje heeft vorige week zo'n indruk gemaakt dat hij wel moet blijven. Oké, jammer. Helaas, het uitverdedigen met een akka werkt niet, jongens. Het werkt niet.
Oké, jammer. We hebben de eerste tegengoal omdat we een AK probeerden om uit te verdedigen. Niet heel slim. Vis, beest, Damien, hoe gaat hij ermee? Doe R1 en dan R3 dubbel omlaag. Oké, ik ga het straks proberen als ik score. Eerst scoren. Guess who be joking? Where in the fuck did you think you were going? Hallo, buff, pak hem af, why, yo. Dank je. Nee. Ja, we hebben hem. Oké, R3. R1, dubbel omlaag. Wat een heerlijke celebration, jongens. Wat een heerlijke celly. Echt goed, dankjewel. Dankjewel, Larsie. Daan Games NL. Heerlijk. Hoe is het, vis? Lekker. Ja, goed met jou. Do you hear me calling? Is Hazard de moeite waard? Ik vind hem echt goed. Oprecht. Hoe is Greasy ook goed? En hij is gerage quit. 5 op 0. 5 rage quits. Oké, ik moet even een potje met 60% winnen. Twan, Wasseling, Marjan van Ravens, Wij, Frank Rump, Vincent, Dasser. Bedankt voor het subben, jongens. Laat me weten wanneer ik op 59,5 zit. We zitten bijna op de 60k, hè? Grootste tegenvaller in het team. Ik heb niet echt tegenvallers eigenlijk. Griezmann dan misschien. Maar Griezmann speelt net wel heel goed eigenlijk. Klopt, Wouter. Maar ja, dat zul je altijd hebben. R9 of Eusebio, ligt eraan. Ik hou van allebei. R9 vind ik heel leuk om te gebruiken. Maar Eusebio vind ik ook heel grappig eigenlijk. Oké, let's go jongens. We gaan weer proberen te winnen. Fit birthday Griezmann als Cam of Stage. Ja, ik gebruik dus nu 4-4-2 met hem in de spits. En dan is hij heel goed. Maar op 4-2-3-1 op 10 vind ik hem weer minder. Lichte gooineigingen van alle Zweeds deze weekend league. Klopt het als je een rage krijgt dat je dan lager in de top 100 rangschikking komt te staan? Ja. Ja, want dan krijg je minder skill rating erbij. Wil je ooit nog Prime Icon Moments Gullit halen? Ja, als ik miljonair word uit het niets, de loterij win. Misschien kan ik hem dan ooit betalen. En dan zelfs ga ik geen FIFA coins hebben kopen, denk ik. Dus, Jesse Scheper, bedankt voor het subben, man. Ik waardeer het. Waarom heb je nog geen 100k? We zijn nog maar net op weg, hè. Dit is januari 2019 ben ik begonnen. Heb ik mijn YouTube-account aangemaakt. Dus dat is een jaar en 2 maanden. En toen begon ik nog niet eens met serieus uploaden. Dus ik vind dat 60k heel veel is voor de tijd dat wij op YouTube zitten, zeg maar.
Ah, jammer. Die had erin gekund. Wie vind je de beste speler van het spel? Krisje Team of the Year. Die is heel goed. Oh nee, die kunnen allebei rennen. Maar nee, je kent. Oh nee, die gaat rennen. En nou, hij heeft hem. Oh, akkatje. En dit is heel dom. En dit is heel dom. Heel erg dom zelfs. Niet een beetje dom, heel erg dom. Maar het levert geen probleem op. Oeps, lekker griep. Kijk, kijk, kijk. Kijk, wat is die snel, wat is die sterk. En wat is die slap. Jammer. Ga je winnen, later man. Leuk je weer even gezien te hebben in de chat. Woehoe! Ruud. Oh, Matthias gaat. Oké, hey Matthias, leuk dat je erbij was, ouwe. Leuk dat je erbij was. Goed je weer gezien te hebben. Hey Wienes, zeg even tegen Belstito dat hij ook in de stream moet komen. Die keepers zijn altijd eerder, jongens. Waarom? Oh, wat heerlijk gestuurd. En het staat 2-0 door Gries. Heerlijk. Doe twee keer R1 en dan knokkel naar links. Twee keer R1 en dan knokkel naar links. Knokkel, je rechterknokkel. Wat zijn de beste skill moves en hoe doe je ze? Ik vind de drag to drag into la croqueta heel goed. De AK is heel goed. Ja, voor de rest weet ik niet. De balrol. Buitenspel. Buitenspel! Oei! Fuck. Oké, goed zo. Jori. Beest. Oké, let op deze paas. Poeh!
Keeper, please niet uitkomen, dank je. Oké, dat is niet slim. Oké. Hij kijkt serie. Ah, jammer, jammer. Zeg even JMMR met een punt erachter. Had to upgrade to a Mercedes. Oké, één kans, één goal. Gewoon blind. Ja, nee, verkeerde kant op. Vieze rat. Ah, kan alsnog. Jammer, oké, 2-0 bij de rust, prima. Ja, sorry, als je zo de vraag gaat stellen mag je weg. Kevin Dams, bedankt voor het subscriben, jongen, ik waardeer het, man. Ik gun je de 60k, dankjewel Milan voor fun, lief berichtje, ja, ik waardeer het. Holy shit, ouwe. Oh, oké dan. Volgende doel is 30-0 met 30 racekits. Dat is nog nooit iemand gelukt. Dus ik denk dat het mij ook niet gaat lukken. Veel Belgische kijkers, best wel. Echt in mijn ogen de beste e-sporter. Dankjewel, Badder. Ik waardeer het, ouwe. Oké, jammer. 86 Fiera beter op CD of CB of CDM? Geen idee. Ik vind die 86 sowieso niet zo fijn. Wat een klote aanname, zeg. Holy shit. Kijk, jongen, daarom heb ik je Sissoko. What the fuck? Kijk hoe blind hij schiet. Hij schiet gewoon heel blind naast. Oké. Okay. Ik zet erin. We gaan wisselen. Even een wisseltje plegen. Özil erin. Ja, ik denk het wel. Oké, dat is niet helemaal wat ik al in mijn gedachten had. Voor mij? Hopelijk. Ik denk het wel. Özil. Ja. Birthday Bergwijn of Maxime? Maxime. R1 inhouden en 2 keer rondje. Is dat Ari Celebration? Bestaat die in game? Dat wist ik niet, man.
I should go blind, bitch. Ja, weet je, deze man speelt gewoon Park de Bus terwijl die achter staat. Ja, weet je, ga hem dan maar lekker bij mijn keeper komen halen. Ah! Oh ja, nice. Ah, jammer. Ah, wat heerlijk. Heerlijk. Eden Hazard. Met de golazo. Ferdinand, waar ging die? Waar ging die? Geen idee. Jorrit Abing, Balliman, Jona Marsman en Kevin Dams. Bedankt voor het subben, jongens. Tell me heel figure. Wil je nog bij je ouders? Ja, ik ben maar 18, hè. Oké, nu gaat hij druk zetten. Beetje te laat voor vriend. Jammer. What the fuck, 18? Ja, 18. Een ziel! Tuurlijk! Oké, R1, twee keer rondje, dit is hem. Is dit de Ari celebration? Yo, Dani, respect dat jij niet boos wordt. Ja, weet je. Ja, je kan er vrij weinig aan doen, toch? Het is maar Weekend League uiteindelijk, hè. Het is niet dat je dat Weekend League de belangrijkste competitie is ofzo als je FIFA speelt. Het is natuurlijk kloten voor rewards, maar ja, niets aan te doen. Ziel. Oh, wat doet hij dat goed. Ziel. Ziel de spits. Natuurlijk Juna. Kijk eens. Hoe gaat die Jens? Hallo Siri, stil alsjeblieft. Meezuut. Allemaal door Meezuut deze goal. Ferdy, waar ga je? Oké, ik heb niks gezegd. Wow. Elke dag een beetje hetzelfde. Ja, same.
Oh. Kijk eens aan. 6 om 0. Lekker. Nog 4 te gaan. Krijgen we een player picky, jongens. Player picky. Heerlijk. Die willen we hebben. Als je alles verkoopt, hoeveel coins heb je dan? Ergens in de miljoen. Nee, iets dan 22, 23 mil, denk ik. Yannick Dolhof, bedankt voor het subben. Jongens, laat me weten wanneer ik op de 59,5k zit. We zitten bijna op de 60. Kunnen deze week, dit weekend, kunnen we 60 behalen. Kan oprecht. Goed te doen. Mag ik je team zien? Ja hoor, hier is die. It don't matter. Bergwijn goed, hij heeft wel goede stats hoor. Hey Pieter Colin, waarom zou je dat vragen? Even eerlijk. Ik zie je vaker bij mijn streams, dus ik ga je niet bannen. Maar net toen iemand het vroeg, heb ik hem wel geband. Dat zeg ik je wel eerlijk, man. Dat soort vragen moet je echt niet stellen. Het slaat nergens op. De Gamesitters, bedankt voor het subscriben. FC Talentloos, moet het echt een Nederlander? Hij heeft Özil. Oké, dan is het niet erg als ik verlies. Hij heeft Mesut. Renzo. Jezus, ik heb er wel ingemogen. Jezus, jongens. Die mogen even wel die paas, die beslissende paas, iets beter geven. Voske. Hey, jongen. Not YouTube en Soufiane Berbouch. Ik kan je naam niet uitspreken. Wel bedankt voor het subben. Waardeer ik. Oh, hij is gestopt met gamen. Hij wil niet meer gamen. Gaat vanavond door, Dani. Tuurlijk. Tuurlijk. Ik heb het beloofd, hè. Dus dan gaat het door ook.
Waarom moet ik nou weer tegen hem? Nou jongens, ik mag de hele pot achter een bal aanrennen. Dit is de e-sporter van Standaard Luik. Oké, we gaan ons best doen in ieder geval. Tuurlijk! Cheesecake, cheese Nate, early morning tea break. I like to get my mood right. An exquisite cuisine, women and music is what I do like. Hey, think I'm bluffing, well you should try it. I just gotta make sure I is covered like a pirate. Carpet with a red tone, robe the color violet. Having coffee with a red bone, talking politics and science. I am a certified polymath. I assume that you would probably ask. I'm jumping at the gym, I say you better get your aim right. I said you better get to aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close. Yeah, please, thank you. Oh, hij wilde hem verliezen, zag je dat? Dit kaartje, ja, het is niet heel leuk om daar tegen te spelen, die Chris. Ik heb er zelf natuurlijk ook gehad en hij is heel goed, kan ik je vertellen. Komt die keeper zeker weer uit? Ja hoor. Pop man. Wee, wee. Hij wil niet draaien. Mooi. Ah, hij switcht niet, waardoor hij nu heel veel ruimte heeft. Keeper movement. Wow. Wow, oké. Okay. Lorie kan niet zo ver gooien. Oké, dat weet ik dan ook weer. Lekker! What the fuck? Omdat er iemand een automatische loopactie tegen de keeper aanmaakt, krijg ik daardoor een overtreding tegen.
Hoi, joh. Ja, mooie redding. Hele mooie redding. Even af je die flank, jongen. Pauper. Klote aanname weer. Verdedig 1 op 1 wel goed, maar voor de rest verdedig ik niet goed dit potje. Yes, lekker jongen. Deze man speelt wel raar, man. Hij heeft zo'n rare speelstijl gewoon. Welke speler bevalt je het best? En Mbappé is natuurlijk gewoon heel goed. Die Saint-Maxi glitch, zoals Renda hem nu noemt, is heel goed. Ik vind eigenlijk iedereen wel goed. Hazard is goed. Griezmann is goed. Op zich. Cancelo is heel goed ook. Sissoko is echt een zieke tank gewoon. Niet verwacht dat Grisi daarin ging rennen. Irritante loopacties. Bij hem lopen er 20 man tegelijk diep. Had hij wel een volley mogen doen? Maar gelukkig heeft Vieira Ronaldo nog redelijk in zijn broekzak. Ronaldo is alleen zo net even iets te snel voor hem. Hij schiet niet. Wow, okay. Mooi. Renna, die gast schiet alles over. R2, dan R3 rechts links. Oké. Kijk, ik wil hem weer terugpasen, maar hij doet het niet.
Lekker Fiera beest. Rechterhoek en hij zit. Oké, dit werkt ook. Kansen zijn er, goals alleen nog niet. Ah, die Sissoko ook al verliezen het duel van Ben Yedder. Glasdoe! Jay is een glasdoe in de chat. Helaas, het wordt spannend, jongens. Het is niet helemaal waar ik gehoopt op had, als ik heel eerlijk ben. Wanneer mag je vlammen in de open series? 6 april, over 3 dagen. Maandag? Ja, maandag. Kut van de Sar, gast. Ik ga alvast mijn 5 eikens kopen. Nee, ik ga niks verkopen, man. Dan gooi ik tenslotte wel leuke bronzen spelers erin ofzo. Is dat de e-sporter van Standaard? Ja, man. Yes, dat is de e-sporter van Standaard Luik. You've been taking drugs and you've been hiding from me. Ik vind het zeer onduidelijk. Niemand snapt het, maar ja. Niks aan te doen. Safe om 0. Lekker. Oh.
Een beam! Ben Ketzer. Ja, ziek hè. 7-0. Heerlijk. Nieuwe subs ga ik nu opnoemen, jongens. Maak je niet druk. Haroon, FIFA 20. Sibinho, 0808. Ruben Houwing, Soepian, Berbuch, Not YouTube, The Game Seaters. Bedankt voor het subscriben. Oké, wel een beetje gedomineerd. Nog 3, dan krijgen we een player pickie. Is niet zo goed in de Belgische e-sport. In die 85 rated game is hij wel echt goed hoor. Dani, ik heb 89 ballen gekocht voor de Wiki League. Is hij de coins waard? Maakt nu niet meer uit, want je hebt hem al. Hoe laat vanavond? Daar DM ik je nog over. Oké. Nu komen we weer tegen een iets mindere tegenstander volgens mij. I don't know if it's because my heart hurts or if I'm insecure. I'm not sure. I like it. Freestyle to it. Ruina Records en Patje FR 1908. Bedankt voor het subscriben. Is Bergwijn voor het birthday goed? Ik weet niet hoe duur die is, maar hij heeft wel hele goede stats. Dus ik verwacht niet dat hij enorm duur is. Dus ik denk dat hij het wel waard is. Even een keertje kantelen, we kunnen ook de rechterkant gebruiken natuurlijk. Ja, dan moet ik wel een beetje normaal gaan spelen. Elke 1 loopt op 2 poten, elke 1. Oké. Goed verdedigd. Oké. Tegenaanval. Ah, en Mbappé had hij sneller moeten pasen, man. Kom op. Thank you.
Oké, ja. Mbappé gaat lekker zijn eigen weg. Dat is niet helemaal wat ik wilde doen natuurlijk. Oké, ik ben heel erg te voorspellen nu. Heel makkelijk te voorspellen. Oké, ik ga even naar mijn normale opstelling. Even proberen te scoren. Wat speel ik slecht? Win ik net 4-1 van die andere gast die 8 keer beter is dan deze man. Aanvallend kan deze man niks hoor, maar... Hij doet ook gewoon niks. Hij blijft, hij verdedigt met het kruisje. Is nu afgelopen. Heerlijk. Heerlijk. Hey, 3 euro donatie van Pieter Verdaasdonk. Streams zijn altijd feest, dat waardeer ik jongen. Pieter, heel erg bedankt. Ik waardeer je donatie, man. Jongens, hartjes in de chat voor Pieter. Streams zijn altijd feest, dat wil ik horen. Wat een zieke redding, zeg. Holy shit. Wow. Ja, mooi. Blij. Oh, en hij krijgt er ook nog een slijpe counter door. Hij scoort hem gelukkig niet. Poeh. Je verdient het, man. Dankjewel, ouwe. Ik waardeer het echt. Kijk dan, hij pakt hem gewoon niet. Hij pakt hem niet. Ho. Oh. Hij doet niks. Hij verdedigt met het kruisje. Dat is wel leuk dat ik erachter ben gekomen. Olle, waar is Olle? Olle! Olé, Lito! Heerlijk. Olé, Lito. Olé, Lito. Skal! Vilken Spielerasa. Vilken Spielerasa. Wat een speler, man. I'll be just chilling. Natuurlijk, wat een spielerassa. Ik ben met de easy visie vandaag. Nee, maandag wel. Oh nee. Oh no. There comes Gary Lineker. Oh, oké dan. Had ik niet aan zien komen eigenlijk. Had ik niet helemaal verwacht. Idris Zimmer, bedankt voor het subscriben.
And I cannot change you, so I must replace you. Whoa. Die is van Eden, tuurlijk. Ah. Tuurlijk. Godver. Dank u. Oké, dat was een beetje dom. Dat is gewoon de standaard AK die ik altijd doe, maar ik kon dit niet eens doen daar. Heb je nu geen lag door 24 door nu gewoon weer in de top 100 reward? Heb je nu geen lag? Ik snap niet wat je zegt, man, sorry. Ik heb CR7 futbeurden. Goh, wow, die wil ik ook houden. Had ik die maar. Dank u. Hij bedoelt lag. Oh, lag. Lag. Ja, helaas. Ja, lag. Helaas, jongens. Dat is iets nieuws dat ik heb. Dat heb ik nog nooit gezien. Lek. Hoe zeg je een HVR? Ja, ik heb nu het beste aanval mogelijk qua deze kaartjes. Dus dat heb ik. Waarom wel? Ah, hakje. Heel fijn. Oké, dit wordt een goal. Deze aanval. Ik voel het. Ik voel het aan alles. Ik voel het aan... Oh nee, niet scoren. Oh, buitenspel. Oeh. Oh, anders had ik eruit gekikt, jongens. Phew. Ik wilde een fake shot doen. Hij gaf een voorzet. Oké. Het werd wel een goal. Alleen niet op de manier waarop ik had gewild. Golazo! Kylian Mbappé! Kwam er totaal niet doorheen. Had je gewonnen, Gijs, of niet? Fuck him een vis. Yo, Julian of Julian. Leuk dat je erbij bent. Hierna gooi ik weer, zeg ik weer de nieuwe subs, jongens. Je bent echt beast. Road to 30.000 en 100k. Dankjewel, Rody. Ik waardeer het. Hey, vis. Green Hopper in de chat. De enige echte. Hoe gaat hij dan, Hopper? Like, oh my god. 8-0 verlies. Oh. Oh. Oké, 8-0. Nog 2 te gaan. Krijgen een mooie player pick. 8-0. 6e rage quit. Ja, wel lekker man. Mooi. Goed om te horen. Net gehoord wanneer ik mijn SE zet. Huh? Wanneer moet je die nog maken? Grappig. Hij heeft nog schoolexamens. Oké, chill. Oké, leuk team.
Hoi Dani Visser, joh, Milan Dolstra, goed dat je erbij bent. Waarom werkt Tipeee-stream niet? Dat werkt gewoon als het goed is hoor. Iemand heeft al gedoneerd via Tipeee-stream. Pietertje. Ik heb al 100 keer geprobeerd met de active bottle flip. Iedereen dacht dat het bij mij... Dat bij mij echt lang duurde. Hè? In de 7e keer of zo had ik hem al. Nee, oké, misschien iets meer. 10e of zo. Daarvoor heb ik wel iets anders geprobeerd, wat wel lang duurde. Maar dat, ja, dat ging gewoon niet. Als ik heel eerlijk ben. En toen heb ik dit geprobeerd. Dat duurde helemaal niet lang eigenlijk. Het lukte ook al een keer, maar die was niet heel leuk of zo. Dus. Die had ik niet gekozen. Oké, dan. Mooie goal, jongens. Gun jou top 100. Laten we daar nog voor gaan, Milan, voor fun. Zou wel leuk zijn. Jammer. Waarom zo weinig kijkers? Geen idee. Zijn er andere mensen live toevallig? Ik heb geen idee. Zo, hey. Fuck off, joh. Flikker op, man. Helaas. Ja, helaas. Kut! Had ik eerder op in moeten springen. Als ik op link klik van Tippy Stream krijg ik 404 page not found. Ja, daar kan ik niks aan doen, man. Dan ligt het er waarschijnlijk uit. Ja, nou ja, dan kan je niet proberen. Of kan je niet doneren. Het saved jou weer geld.
Ah, oh, als je die harder geeft, hè. Die moest net zien ook al. Krijg je inkomsten van streams zonder donaties? Nou ja, iets, maar bijna niks eigenlijk. 1 euro superchat donatie van Joris Oosterfink. Heel erg bedankt, Joris. Ik waardeer het, ouwe. Ja, ik durf geen voorzet te geven. Als ik de andere kant op was gegaan, dan was het gewoon een goal geweest. Heel dom van mij. Oh man, wat ben je goed. Oh. Ai, ai, ai. Gast, je hebt fucking 93 pace of zo. Mag je wel wat harder rennen voor je cent, hoor. Pop, man. Kom op, hé. Namens, jongens. Oh, wat slecht al. Oké, ik moet toch echt wat beter gaan spelen als ik deze pot wil winnen. Geen nieuwe subs. Slecht zeg. Hazard speelt slecht. Hoeveel sta je? 8-0 en dit potje staat 2-2. Oké, jongens, ga focussen, iets minder op de chat letten. Penna. Hij letterlijk alles door wat hij doet, maar ja. Gast. Slecht, slecht, slecht. Ik doe ook alleen maar hetzelfde. Dus hij heeft gewoon lang door wat ik ga doen.
Ah, en Mbappé staat zo vrij. Ai, ai, ai. Rigged. Hoe voelt het team aan? Heel goed. Heel goed. Best wel lekker. Ali reed? Zeg me niet. Kijk eens. Ali. Jongens, vergeet niet. Ali Aygun. Je kan hem ook gewoon. Hij streamt ook als een Weekend League. De Galatasaray team is hij natuurlijk nu aan het spelen. Ga hem zeker even op hem subscriben. Zou ik heel erg waarderen. Zal hij waarschijnlijk ook heel erg waarderen. Doe dat zeker weten even. Als je even de tijd hebt, ga even naar zijn kanaal. Zoek het op. En abonneer even. Jezus man, wat ben ik slecht, ouwe. Hallo. Ik kan die bal letterlijk niet langer dan 1 seconde in mijn bezit houden. Zo slecht ben ik. Oh nee. Ja, nee man. Atal, ren maar jongen. Je bent er langs, je bent er langs, je bent er langs. Dani, Dani, Dani. Wat ben je slecht. Nou, nu dan. Oh ja. Yeah. Ruud! Hey Ali, heel erg bedankt voor je raid, ouwe. Jongens, zoals ik net al zei, ga zeker even op hem sub. Ik schiet door zijn benen heen. Het zit een keertje mee. Hij zit in de chat, jongens, dus ga gewoon, je kan op hem klikken, zeg maar, naar zijn kanaal gaan. Ga zeker even op hem subben. Ook gekke squad builders, net als ik. Het is niet te doen, Ali, met die rare spelers. Ik had het ook met Overmars en Memphis. Ja, sorry man. Die kunnen niks, jammer genoeg. Gatan, Allegaard, Olivier, Donselaar en Yassine, Amiroui. Bedankt voor het subben, jongens. Trezeguet, ja, daar gaan we wel echt de fout in eigenlijk, hè. Trezeguet. Wordt het nog een Jantje is de vraag. Ik ga hem niet voorgeven, dat risico wil ik niet nemen. Oeh.
Therese Gouet. Hallo. Hoe noem jij hem dan? Therese Gouet? Helaas, ik word belachelijk gemaakt. Ik kan hem niet uitspreken, dus maakt niet uit. Ah, er wordt nog een Jantje misschien. Nee, hij speelt hem heel ver voor zich uit. Jantje is alleen 3-0. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Oké, okay, 9 om 0. Nog 1 te gaan. Henri en Bergkamp. Ja, Bergkamp kan ook niks, hè. Op dit spel niet. Jongens, wie zijn er nog meer live? Hey, Douwe met de 3 euro donatie. Lekker bezig, Dani. Op naar 30-0. Dankjewel, Douwe. Ik waardeer het, jongen. Bedankt voor je donatie. Hartjes in de chat voor Douwe, jongens. TikTok en zo knol. Zijn die live? Zeg me niet. Stuk TV en Enzo Knol zijn live. Oké, okay, hij zet hele mooie druk. La Casa is ook leuk, daar heb je gelijk in. Pas die bal. Lera S als playmaker, dat heb ik nog, daar ben ik nog niet eerder tegengekomen. Oké, okay, hij komt heel blind in de stap. Wow, dat is een elleboogie hoor. Dat is een elleboogie. Volgens mij speelt deze man 5 uit de back als ik hier ben. Oh nee, oh gewonnen. Oh, is Opara nog erger. Blind team. Oh, wat is die goed, Fitness man die. Ja, één keer wil ik op Cancelo, maar ja, soms doet hij het niet. Helaas, dan wil hij niks doen. Dan neemt hij nog 2 keer aan ook, hè. Leuk. Wat ben ik slecht aan het spelen. Hallo scheids. Ben je er nog?
Mooi, ja. Ik mag de bal niet, jongens. Ja, ik mag hem. Nee, en dan paas ik weer naar de verkeerde, waardoor ik hem alweer kwijt ben. Einde fucking leuk. Het kan lang moeten geven. Mijn zusje is een stuk tv te kijken, maar ik blijf bij de echte beest. Dat wil ik. Wat is de sleutel tot succes in FIFA volgens jou? Ja, je moet mentaal een robot zijn. Om toernooien en zo te halen, dan moet je mentaal een robot zijn. Dat ben ik zelf niet. En daardoor hou ik eigenlijk ook amper toernooien. Bijna nooit. Dit jaar nog nul, namelijk. Alleen... Ja, ik kan wel zeg maar een keertje pieken, weet je wel. Gewoon één dag appen. Maar ik kan niet 8 uur op rij gamen en dan elk potje zo ontiegelijk goed spelen. En sommige mensen kunnen dat wel. En die zie je altijd terug op de toernooien. En dat zijn echt fenomenen. Die zijn naast dat ze echt tering goed zijn in FIFA, kunnen ze ook zo lang concentreren, jongen. Dat kan ik echt niet. And tell me how you hate me, hate me. Hoe oud ben je? Ik ben 18. Hij gaat waarschijnlijk leven, dat, althans dat denk ik. Ik was Celebration R2 en nou, dus sorry dat ik dat niet heb gedaan. Ik was dat echt vergeten, ouwe. Ik deed 10 op 0, dat is wel lekker. 10-0, en we krijgen een player pick, jongens, niet te vergeten. Wie gaan we krijgen? Nee, vorige keer was het bij 18 wist dat ik echt die lekkere player pick kreeg. Met Nash. Oh, we krijgen een lane speler, Arjen Moments. Nou, ik zou wel graag een Ronaldo Lima willen. Waarom ook niet? Oeh, Carincha. Ja, kom maar jongens. Kom maar. Hallo, hier komen. Niet verkeerd. Fut is jarig Weekend League. Wat voor... Wacht. Zijn dit wel goede player picks? Zijn dit goede player picks of zijn dit kut player picks? Oké, ja, laat hem gewoon openen. Hopen dat er wat goeds in zit. Wie weet. Mm. 88 plus, 87 plus. Gewoon een random, oké. Oké, dat is wel slecht, hè, wat we net kregen. Maakt niet uit. Oké, jongens, zondag ben ik weer live, jullie weten het. Ik heb een streamdeck, ga ik instellen morgen. Of vanavond misschien wel. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze stream. Ik hoop dat ik jullie overmorgen terugzie. Goeie stream, 10 op 0 met het Birthday team. In ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Zet je notificaties aan. Dan mis jij helemaal niks van de stream van zondag. En ja, hoop dat ik jou bij de volgende stream terugzie. Later. Thank you.
Boom.